Deze video gaat over extreme waarden. In deze video ga ik je laten zien wat extreme waarden zijn en we gaan met behulp van een voorbeeld de extreme waarden berekenen. Maar eerst gaan we even kijken naar wat extreme waarden precies zijn. Je ziet hier aan mijn rechterkant een schets van een grafiek. En in die schets heb ik met twee zwarte puntjes hier het maximum en daar het minimum aangegeven. Extreme waarde is een verzamelnaam voor alle maxima en minima van een functie. Deze grafiek heeft twee extreme waarden, want hij heeft hier een maximum en daar een minimum. Nu gaan we met behulp van een voorbeeld extreme waarden berekenen. Je ziet hier functie f, f is 2x tot de derde min 3x kwadraat. En de opdracht is, bereken exact de extreme waarde van deze functie. Voordat we dat gaan doen, moet je eerst even weten hoe je extreme waarden kunt berekenen. Zoals hier gezegd, bestaat een extreme waarde uit alle maxima en alle minima van een functie. Dus je ziet er hier eentje en je ziet er daar eentje. We hebben het in een eerder hoofdstuk gehad over de afgeleide. En het idee van de afgeleide was dat je daarmee de helling op één bepaalde plek in de grafiek kan berekenen. Wat weten we nou over de helling in het maximum of in het minimum? Nou, als je in het maximum bent, en dat geldt trouwens ook voor het minimum, dan ga je heel even niet omhoog. Je gaat ook even niet naar beneden, maar je gaat heel eventjes rechtdoor. Het is immers een maximum, dus is het hoogste punt. In het maximum geldt dus, omdat je even rechtdoor gaat, dat de helling gelijk is aan 0. Datzelfde geldt in het minimum. Als je in het minimum bent, ga je even niet meer naar beneden. Je gaat ook even niet omhoog. Je gaat even een heel klein stukje rechtdoor. Vergelijkbaar met een achtbaan, als je helemaal beneden bent, hè, dan ga je een heel klein stukje rechtdoor. En dan is dus ook de helling daar 0. Zoals net gezegd, kunnen we met behulp van de afgeleide de helling berekenen. Dus wat gaan we doen? We gaan dus de afgeleide van f nemen en die stellen we gelijk aan 0. Want in een extreme waarde ga ik heel eventjes rechtdoor, dus is mijn helling ook heel even 0. En dat gaan we nu netjes uitwerken, dus je noteert f accent x is gelijk aan, nou, differentiëren kun je, 6x kwadraat min 6x. En we gaan dat dus gelijk stellen aan 0, zoals ik net heb gezegd. En dat noteer je als volgt, f accent x is 0, geeft, zet je er dan achter. En dan komt pas de vergelijking. 6x kwadraat min 6x is 0. Ik wil dat je het op deze manier uitwerkt, want wat ik heel vaak zie is dat mensen meteen achter deze regel zetten is 0. Maar dat vind ik niet netjes. Je gaat eerst even apart differentiëren, daar krijg je namelijk een punt voor. En daarna ga je zeggen, oké, ik heb geleerd dat het 0 moet zijn, dat geeft dit. En nu gaan we deze vergelijking oplossen. Dus we halen de 6x voor de haakjes. Krijg je binnen de haakjes x min 1 is 0. Nou, dit geeft 6x is 0, dus x is 0. Of x min 1 is 0, dus x is 1. We hebben nu twee x-coördinaten gevonden en dat zijn de twee x-coördinaten van de extreme waarde. Overigens, dit is niet de schets die hoort bij deze situatie. Hè? Ik had deze schets gewoon even bedacht en je ziet dat klopt ook niet met wat ik hier heb staan. Voordat we verder gaan, gaan we eerst eventjes de y-waarden uitrekenen die hierbij horen. Want als het gaat over een extreme waarde, moet je altijd de x en de y-coördinaat geven. Dus we schrijven f0 is, nou vul hier maar 0 in, komt er ook 0 uit. Of f1 is, nou als we hier 1 invullen, 2 keer 1 is 2, 2 min 3 min 1. En nu hebben we de twee coördinaten gevonden van de extreme waarde. Dan zijn er nog even twee belangrijke dingen waar je op moet letten als je dit gaat uitwerken. Het eerste wat je moet doen is, je moet bij deze situatie altijd een schets maken. En in die schets moet je laten zien dat de punten die je gevonden hebt, deze twee, dat dat daadwerkelijk extreme waarden zijn. Dus je zet de functie, deze functie, even in je grafische rekenmachine. Ik maak hier even de schets die daarbij hoort. En je zult zien dat die schets er ongeveer zo uitziet. Zo, zoals deze hier in het blauw. Dat is dus de schets van deze grafiek. En je ziet in de schets dat bij 0 is er een maximum en bij 1 is er inderdaad een minimum. Dus die schets die moet er even bij en die is ook één punt waard op het proefwerk. En vervolgens ga je daaronder opschrijven. Dus, nou, we hebben gezien dat bij 0 zit een maximum. Dus je noteert maximum f0 is gelijk aan 0. En het minimum, hadden we hier gezien, zit bij x is 1 en bij y is min 1. Dus we schrijven eronder minimum f min 1, ik bedoel f1
is min 1. Dus dit is de manier waarop je dat noteert. Dus als je het uitgewerkt hebt, maak je eerst een schets. Oké, ik zie dat dit een maximum is, dat is een minimum, dus ik schrijf op. Dus het maximum bij f0 is 0, het minimum f1 is min 1. En als je al die stappen opgeschreven hebt, dan heb je de som netjes uitgewerkt.